President Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinhasari hebben gisteren een bezoek gebracht aan het 81-jarige gewezen staatshoofd Jules Weydenbos. De presidentiële termijn van Weydenbos dateert van 15 september 1996 tot 12 augustus 2000. Vorig jaar rond deze periode moest Weydenbos naar Nederland voor medische behandeling. Volgens president Santokhi heeft Weydenbos een zware operatie achter de rug. Nu daar de ex-president terug is in Suriname, was het van belang om hem persoonlijk een spoedig herstel toe te wensen. Weydenbos maakte gebruik van de gelegenheid om zijn boek Politiek-bestuurlijke oriëntatie te overhandigen aan het huidig staatshoofd. Dit heb ik namelijk tijdens mijn vrije tijd, wanneer ik geen oefening had, geschreven in Nederland. En ik wil het aan. De gewezen president Jules Weydenbos heeft een zware beproeving moeten doorstaan. Een zware behandeling moeten ondergaan. Enerzijds soms onzeker, maar aan de andere kant constant zijn energie gebruikt. Die positieve energie om wat achter te laten voor ons als land. Voor ons als politici. En dit is de kracht in feite van een mens. Altijd balans houden. Balans houden en iets achterlaten. First Lady Melissa Santokhi overhandigde een gesloten enveloppe en een fruitmand aan gewezen president Jules Albert Weydenbos.